Brabant is een mooie provincie. Overal gaat het ook heel erg goed in Brabant, maar helaas niet overal. En daarom hebben we in de provincie het programma gestart Sociale Veerkracht. Versterken sociale veerkracht. We proberen eigenlijk alle mooie initiatieven die er in Brabant wel degelijk plaatsvinden, die de veerkracht in onze samenleving versterken, te verbinden en versterken met elkaar. Om dat te doen, moeten we natuurlijk weten wat er in Brabant plaatsvindt. Welke mooie initiatieven er al in Brabant te zien zijn. En via brabant.nl/socialeveerkracht kun je er al heel veel informatie over vinden. Maar we gaan nog verder, want we komen ook graag bij u op bezoek om met een vlogger te kijken hoe het initiatief plaatsvindt en welke vragen u zich stelt. Daarvoor hebben we de veerkrachtvlogger ingesteld. En ik stel hem graag aan u voor. Hier is Freek, onze veerkrachtvlogger. Hallo, ik ben Freek. Wat ga je doen? Ja, ik heb er ongelooflijk veel zin in. Het komende jaar ga ik Brabant in. Ik ben op zoek naar de vraag hoe veerkrachtig is Brabant nu al. En ik wil verhalen ophalen van mensen en die verspreiden in de social media kanalen. Mooi. En hoe kunnen die initiatieven jou weer bereiken? Ze kunnen mij het beste bereiken via veerkrachtvlogger@brabant.nl. Dus ja, veerkrachtvlogger@brabant.nl. Mooi. Daarmee weet u hoe u deze vlogger bereikt. We zijn heel erg geïnteresseerd in al jullie mooie nieuwe initiatieven en verhalen daarover. Dus ik zou zeggen, doen. Doen.